Ondanks de economische crisis kan Eindhoven Airport ook dit jaar terugkijken op een groei van maar liefst 23%. In totaal zijn er dan in 2011 2,65 miljoen passagiers door de aankomst- en vertrekhal gegaan. En dit worden er komend jaar alleen maar meer. Volgend jaar, 2012, hopen we weer verder te groeien. We denken zo'n 13% in passagiersgroei. In het licht van de economie is dat natuurlijk een opmerkelijke... prestatie wil ik nog niet noemen, maar opmerkelijke vooruitzichten. Maar die vooruitzichten betekenen ook dat Eindhoven Airport komend jaar het maximaal aantal toegestane vliegbewegingen bereikt. Hoewel de Tweede Kamer al heeft ingestemd met een verruiming, moet de vergunning nog steeds worden verleend. Anders houdt het in dat de luchthaven volgend jaar is uitgegroeid. Nou, dat spreekt van zich natuurlijk. Hè. Ik bedoel, de huidige vergunning geeft niet veel mogelijkheden. We hebben net een nieuwe vergunning voor 2012. Die geeft dus de mogelijkheid om 13% te groeien. Als daarna er geen andere vergunning komt die meer armslag geeft, ja, dan houdt het uiteraard op. Maar nogmaals, er is niet voor niks een politiek akkoord gesloten door de hele Tweede Kamer omarmd. Dus dat zal zeker ook in de vergunning loskomen. En dan hoop ik dat het gaat gebeuren. Omwonenden van Eindhoven Airport zijn bang dat ook de geluidsoverlast even hard zal gaan groeien. Volgens mij is onterecht. Nee, niet tot dezelfde groei. Het is natuurlijk wel zo dat een vliegbeweging, één vliegbeweging erbij, maakt altijd meer geluid dan zonder die vliegbewegingen. Maar de manier waarop ze binnenlopen komen en de manier waarop ze vertrekken straks, we zijn ook met de aanvliegroutes aan het bekijken, of we die niet nog een beetje kunnen verleggen, kunnen we het wel de extra overlast minimaliseren. Niet helemaal wegnemen, maar wel minimaliseren. Daar doen we in ieder geval onze uiterste best voor. Ondertussen wordt er ook druk gebouwd aan de terminal en aan een hotel om het stijgend aantal passagiers goed te kunnen blijven verwerken.